Vijf dingen die mannen moeten leren voordat ze 25 worden. Mijn naam is Paul van Sprundel en in deze video ga ik vijf dingen aan je geven als je nog geen 25 bent, die enorm gaan helpen om sneller een man te worden en sneller succesvol te worden. Geef jezelf een voorsprong. Hoe sneller je kan leren en hoe sneller je deze skills kan masteren, hoe simpeler, makkelijker en meer succesvol het leven zal worden. Volg deze tips en je wordt meer zelfverzekerd, intelligent, sterk wijs en je hebt een beter vermogen om te gaan met de realiteit van een echte man zijn. Als je emotioneel onder controle bent, denk aan de mannen naar wie je persoonlijk opkijkt. Ik heb er een aantal voor mijzelf opgeschreven: Cristiano Ronaldo, Khabib, Michael Jordan, Usain Bolt. Wat zijn deze mannen allemaal? Doorzettingsvermogen. Ze zijn emotioneel sterk. Ze zijn niet wisselend. Ze zijn consistent. Ze zijn er elke wedstrijd. Zijn ze er. Ze zijn kalm en behouden. En ze hebben de emoties in controle. Hoe bereik je controle over je emoties? Ik raad je aan een aantal boeken te lezen. Zoals The Obstacle is the Way, The Daily Stoic. En hoe je zelf meer controle kan krijgen op het leven. Deze boeken hebben mij enorm geholpen om meer controle te krijgen en te bereiken wat ik wil. Fysieke gesteldheid. Ben je nu broke? Het makkelijkste wat je kan doen is werken aan je kast. Sterk zijn en kankerpadel. Leer hoe je sterk wordt. Focus op compound lifts. Hoe let je op je dieet voor high performance? Zorg ervoor dat je niet te veel carbs hierbij inneemt. En waarom is dit belangrijk? Je moet alfa worden op elk vlak. Als je die discipline in je business, in je lijf stopt, ga je die discipline ook in je business stoppen. Finances, spaarrekeningen en investeren. Onderdeel van een man zijn is kunnen provider voor een ander, kunnen leveren voor iemand anders. Dit betekent het begrijpen van geld, kapitaal en hoe je het voor je kan laten werken. Hier zijn een aantal boeken waarin ik geleerd heb over geld en over geld verdienen. De psychologie van geld, Rich Dad Poor Dad, De Rijkste Man van Babylon, Waarom de Rijken Steeds Rijker Worden, Cashflow Kwadrant en de 4 uur durende werkweek. Je moet ervoor zorgen dat je weet hoeveel je verdient maand in maand uit, hoeveel je uitgeeft maand in maand uit, hoeveel staat er op je spaarrekening, hoeveel investeer je maandelijks in assets en hoeveel investeer je maandelijks in je bedrijf. Allemaal dingen die je voor jezelf duidelijk op een papiertje kunt zetten en maandelijks kan bijhouden. Leer je krachten en leer je zwaktes. Kapitaliseer op je krachten, vind mensen die geweldig zijn met jouw zwaktes en investeer in een coachingstraject bijvoorbeeld of in een cursus of dat soort dingen, in dit soort business, in relaties. En connect met mensen die hierbij kracht geven en die iets kunnen leren hierbij. Dat is een hele belangrijke. Ik investeer altijd in skills waar ik minder in ben. Ik heb onlangs geïnvesteerd in skills voor mezelf op camera brengen, voor shorts. En daar heb ik enorm veel van geleerd de afgelopen 2 maanden. Tuurlijk heb ik daar een paar duizend euro voor neergelegd, maar het heeft mij zoveel meer resultaat opgeleverd in de komende jaren. Een skill die ik de komende jaren ga toepassen. Leer om te kunnen netwerken. Het bouwen van een succesvol netwerk is extreem belangrijk. Your network is your network. Je wil een high value mensen man zijn en high value mensen om je heen zijn. Die intelligent zijn, loyaal alpha mannen zijn. Uiteindelijk kan je het niet alleen. Je hebt andere mensen om je heen nodig. En iedereen die bij mij zit, een Ecom Elite in de coaching, zal spreken over de insane value die je van mij persoonlijk krijgt. Om je dropshipping business richting 10 tot 100k per maand op te zetten. Ik help jou dus 1 op 1. Met het opzetten van jouw dropship business. Heb je hierin interesse? Stuur me even een berichtje richting Instagram Paul van Sprundel of Facebook Paul van Sprundel. En dan spreek ik je daar. Vergeet niet een like achter te laten en te abonneren. En dan zie ik je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.